Goedemorgen. Zo, jullie zaten allemaal te wachten volgens mij. Nou, voorlopig loopt mijn tekst ook gelukkig door. Dat is altijd even een dingetje van doet dat het ja of nee? Ik ga heel even wachten, maar het gaat echt als een speer, zie ik wel. Natte morgen. Nou, weet je, het had hier gevroren. Gisteravond heeft het vreselijk geregend. En vanmorgen was het ijs op de ramen van de auto's. Nu ziet het er nattig. Ja, koud uit. Het was koud aan de dijk. We hebben vandaag Studio Leidag bij Hobbyvision. En ook ik mocht weer meedoen. En ik zal even de huishoudelijke mededelingen doen. Ik ben er dus vandaag om 10:30. Vanmiddag om 4:30 komt Janine. Komt ook met iets heel gaafs. Die gaat lekker kliederen met inkt. En vanavond komt Jeanette. En die gaat volgens mij met de grunge aan de slag. Dus ik zou zeggen, ga ze allemaal even lekker afkijken. Want we mogen allemaal wat verloten. Dus er hangt weer een prijsje lekker in de lucht vandaag. En elk uur, als je een bestelling plaatst die boven de 50 euro is, wordt er elk uur een surprise bag verloot. Dat staat ook op de site bij Hobbyvision. Het staat op mijn pagina, mijn tijdlijn. Dus dan kunnen jullie allemaal zien hoe of wat daarin zit. Hele leuke spulletjes in ieder geval. Wat ga ik vandaag doen? Ik ga twee kaarten maken. En ik ga kaarten maken met de nieuwe card shapes. En van de week ben ik daar natuurlijk ook al bij Studio Light Live mee geweest. Nou, ik pak even deze erbij. Want hier staan ze dus alle vier op. Het zijn de SLESCD 122 tot 125. Vandaag pak ik 123 en 125, de rechthoeken. Deze twee heb ik van de week al live gedaan. Dus in overleg met Janine. Zij wilde graag deze. Ik zei, nou ja, dan passen we dat er gewoon even aan. Dat doen we niet zo moeilijk in. Deze is ontzettend leuk. Ik heb mijn voorbeelden nog niet te pakken. Zal ik even erbij halen. Gewoon totaal vergeten in de gauwigheid. In de hectiek. Even kijken hoor. Ik zal ze even op mijn schoot houden. Ik heb ze van de week ook al geshowt. Wat ik dus heb is in het, ja, beetje aubergine-achtig kleurtje is dit met goud en wit. Dus dat maakt hem heel chic. En ik heb hem live gemaakt. En dan is hij gewoon heel rustig. Dat zijn die met de rondjes. Even kijken of ik een plekje kan maken waar ik alles kan leggen. Dan hebben we, die doe ik gelijk maar even in het flopje. Deze stans. Dat is deze. Daar ga ik dadelijk ook mee aan de slag. Maar ik ga hem toch weer iets anders maken dan dat hij nu is. Oh, zie je? Er zit nog een dingetje in. Van de week niet eens gezien. Dat is deze. Ze zijn allemaal op een speciale manier te vouwen. Helemaal niet lastig. Nou, die ga ik ook gebruiken. Dus de mask, die moet ik zo gelijk hebben. Dus dat komt goed uit. Die gooi we hier maar even weg. Daar ga ik zo eerst gelijk mee aan de slag. Deze ga ik dus maken. En deze heb ik dus ook twee voorbeelden van. Dat zijn deze twee. Van de andere heb ik nog geen voorbeeld, maar daar ga ik wel mee aan de slag. Dus dat zijn de voorbeeldjes. Ik heb in ieder geval alles al gestanst. En wat ik dus in mijn hoofd heb, moet ik als eerste, en dat is de met de puntjes aan de zijkant, de stans, deze. Maar die ga ik nog niet gelijk. Ik ga kijken hoe ver ik kom met het begin. Want ik wil dus eerst wat structuurpasta aanbrengen. En ik heb eigenlijk niet zoveel zin om mijn heat-tool erbij te gebruiken. Goedemorgen, wie binnenkomen, sorry. Ik zit er weer al helemaal in. Dus ik ga mijn heat-tool er niet bij pakken. Ik ga gewoon bijna mijn dingen aan gort. Ik pak even dit ding erbij. En dan kan ik het erop leggen. Dan kan ik het laten liggen. En waarom liever mijn heat tool niet? Omdat ik dan vind dat het vaak zo bol gaat staan, weet je wel. Dus ik ga dit nu even doen.
En dan leg ik het gewoon even aan de kant. En dan ga ik er dadelijk gewoon weer mee verder. Misschien maak ik wel eerst de andere kaart. Geen idee. Ik ga gewoon kijken hoe hard het droogt. Want het droogt al vrij snel. Ik moet dadelijk ook nog even de airco uitgooien, jongens. Ik weet niet of jullie... Ik geloof niet dat jullie die horen. Dit breng ik zomaar even op een paar puntjes aan. En dit is de structuurpasta, ook van Studio Light. Ik vind het hele fijne pasta. En ik moet even voorzichtig zijn. Oh. Dat ik natuurlijk niet alles... Gewoon zomaar even her en der. Twee puntjes, die lange smalle. Dan moet ik eens even kijken wat nou handig is. Oh, ik zit helemaal broek er al onder te smeren. Daar gaat de wasmachine niet blij mee zijn. Wat ga ik nou doen? Ik ga hem denk ik maar even hier even eraf halen en even op dat doosje leggen. Is dat handig? Oeps. Leggen we dat even aan de kant. In het licht. Want dan komt die zuinige miep weer voor. Ik vind dit dan altijd zonde, hè? Dus dat ga ik gewoon weer terug in het potje doen. Dan heb ik nog twee plekjes nodig. Oeps. Dat was niet de bedoeling dat het daar kwam, volgens mij. Nee, maar dat zie je eigenlijk niet zo goed, want het is stoppenwerkpapier. Dus dat is wel een voordeel. Nou, dan wil ik een klein puntje. Ik pak dus echt iedere keer stukjes wat ik nog niet gebruikt heb. Want ik moet hem natuurlijk dadelijk schoonpoetsen. Dat is ook een klein stukje. En dan kan het mooi even drogen. Terwijl ik dadelijk gewoon wat anders doe. En deze komt aan de bovenkant een puntje. Oh, mijn hand wil niet. Oh, ik zit al een stuk gras in mijn pasta te doen. Dat moet natuurlijk ook niet. Ja, klopt. Mijn stem is weer een heel eind terug. Daar zijn ze zo blij mee hier in huis. Ik voel me ook gewoon weer een heel stuk beter, gelukkig. Dus, ach ja. Kleine verkoudheid achter de leden gehad. Zijn er ergere dingen, toch? Nou, deze die zal ik even gewoon zo afpoetsen. Kijk, als je dit nou gewoon even aan de lucht laat drogen, dan is het gewoon... Ik ga het gewoon toch maar proberen gewoon eerst deze kaart af te maken. Dan ga ik ook niet door de war. Even het ergste eraf. Deze zijn ook heel fijn voor de slimlines, hè, jongens. Maar goed, voor alles, hè. Poets hem even een beetje schoon. Ik gooi het dadelijk wel even onder de kraan. Dan is het ergste er maar af. Ik ben vergeten om een bakje water te pakken. Ja, dat zie je. Ik ben niet echt een mixed media, hè. Ik doe het altijd wel een beetje rommelen. Maar ja, dat is anders als de dames die gewend zijn om mixed media te doen. Die hebben altijd netjes een bak water gereed. Ik dus niet. Gewoon stom vergeten. Nou, we gaan hem gewoon eerst even vouwen. Want dat is ook best wel een dingetje. Even kijken hoor. Hoe moet ik hem vouwen? Nou, dat is even uitvogelen. Op de stansmal, op de set zelf, staat ook al een voorbeeld hoe je hem vouwen moet. En nu heb ik heel stug papier. Dus dat is best wel even lastig. Maar ik wil hem zo. Dus je moet hem altijd even een klein beetje helpen. Niet overal moet natuurlijk een vouwlijn komen. Maar hé, hoe handig is dit? Vroeger moesten we dat allemaal tekenen. Nou, dit is toch allemaal veel makkelijker. Ik wil deze dus echt naar voren hebben. Deze moet zo plat blijven. Oh, nou hoop ik niet dat ik ga zitten springen, want ik zit mijn beeld naar boven. Ja, je moet er wel water in doen in de koffiemachine, want anders doet hij het niet. Ha? Dat is wel een dingetje, hè? En dan zit je koffieboontjes te eten of poeder, koffiepoeder, wat je dan ook hebt. Nou, dit is eigenlijk, nu zet ik zoals ik hem nu ga zetten. En misschien kan je hem ook wel anders vouwen, maar ik vouw hem gewoon zoals het ook op het plaatje staat. Dan kan je hem gewoon als een soort van boekje wegzetten.
Kijk, en dan moet ik eerst even goed nadenken. Dan wordt dit een dalletje. En dit wordt een dalletje. Kijk, en dan wordt dit een bergje. Dus dit een bergje. Deze een dalletje. Weet je, maak altijd eerst even gewoon een proefdingetje van een stukje karton. Waar je dus toch eigenlijk niks mee hebt. Dat je van denkt van oké, dat is helemaal niet erg dat ik dat kwijt ben. Dan kan je zeggen, hij blijft nou zo mooi staan. Kijk, ik kan hem in de midden ook nog vouwen. Maar dat doe ik maar gewoon niet deze keer. Ik heb het de vorige keer wel gedaan. Maar nee, doe het niet. Alhoewel, aan de andere kant, dan kan je hem natuurlijk niet strak vouwen. Ga ik het toch maar doen? Oké. We doen het wel. En dan, waarom doe ik het? Om te laten zien dat hij gewoon in een kleine envelop past. Zie je? Als je hem gewoon mooi strak vouwt, past hij daar gewoon netjes in. Je moet wel even kijken, moet hij even zo mee? En hij moet zo mee. En dan gaan we even het vouwbeentje erbij halen, want dat is dan wel, dat is wel even nodig hoor. Zeker als je van dat dikke papier hebt. Dit is echt wel heel dik papier hoor, wat ik gebruik. Dat is 300 grams. Dus dan, dat is net als dat kraftpapier, dat is best wel vrij stevig. Zo. Maar goed, dan blijft hij ook mooi staan hè. Nou, ik geloof dat ik hem zo wel fijn vind hoor. Dan trek je hem weer even uit elkaar. Tada! Kind kan de was doen. Kijk, en dan blijft hij mooi achter die puntjes hier staan, hè. Zie je? Zo, dan ga ik hem natuurlijk weer even recht trekken. Want ik moet hem op kunnen bouwen. En ik heb hier een mooi bakje gevuld. Oh, oeps. Met mijn oplegdelen. Ik ga eerst even mijn airco uitgooien, want dat wordt veel te heet hier. Uit. Zo. Ja, die gebruik ik als kachel en als koeler, dus dat is wel handig. Ik had geen zin om mijn houtkacheltje aan te doen. Zit mijn lijmdingetje. Er zit een tutje voor. Even mijn prikker. Goedemorgen dames die binnenkomen. Oh, ik heb iets aan mijn dingen hangen. Dat is niet fijn. Dan moet ik even verhelpen, want ik heb er nou even een stuk afgepikt of op de een of andere manier. Nou, deze gaan we dus even netjes opbouwen. En ik hoop dat jullie de tijd hebben, want ja, twee kaarten. En ik heb geen zin om eigenlijk in een roets snel tempo. Want het moet wel mooi. Het moet wel netjes zitten. Nou, die delen zitten er natuurlijk allemaal in. Dus wat dat betreft is dat gewoon heel fijn. Dus je hoeft eigenlijk alleen met stansen. Je stans zit in drie kleurtjes. Kijk, de vorige die had ik dus pas gevouwen. Toen had ik hem al helemaal in elkaar geplakt. Dat is ook een idee hoor. En nou zit je best wel een beetje te frummelen met oplegdelen. Kijk. Wit met kraft is altijd ook mooi, vind ik. Nou, dit zijn hele smalle. Pak even mijn... ik weet niet of dat hij het al wil doen. Dit is al een inimini. Hier zit er maar eentje van. Dus dat moet je even bekijken wat je het leukste vindt. Om hem te... Je zou hem eventueel nog kunnen matten. Maar nou goed, dat heb ik niet gedaan. Het is gewoon de schaduw van de zijkant, zie ik het maar. Oh, ik denk, wat hoor ik? De buurman is de kerstverlichting aan het ophangen. Dat is wel heel gezellig hoor, want daar kijk ik op uit. En ik heb helemaal totaal geen zin om heel die, al die spullen van zolder af te gaan plukken. Is niet erg.
Terwijl het altijd best wel gezellig is, maar ik heb net huis helemaal netjes in orde. Allemaal nieuwe spulletjes. Dan moet je weer alles gaan verzetten. Oh, zit in quarantaine. Kon je er niet in komen, Thea? Apart. Gebruik ik te weinig lijm nou? Nee, toch? Dat is wel heel apart. Oh, ik wou wel zeggen, ik mis er een, maar die zitten natuurlijk al op. Ja, dat is minder als je in quarantaine zit. Ik heb het al van meerdere gehoord hoor. Het is heftig overal. Ja, wat moet je dan, hè? Dan is het maar goed dat wij er zijn. Nou, houden jullie nog een beetje bezig. Goed, even nog voor de herhaling. Want ik ben nou toch aan het plakken en niet aan het nadenken. Is ook wel eens lekker. Je kunt elk uur, wordt er een goodiebag verloot bij Hobby Vision. Bij een bestelling boven de 50 euro. Nou, en dat is best een hele gave goodiebag hoor, wat ik gezien heb. Dus ik zou zeggen, sla je slag. Oh, ik wou wel zeggen, ik heb nog meer van die kleine frummeltjes, maar die zitten er natuurlijk nog in van de kleine lichte delen. Zou ik het gewoon... Oh, ik ga mijn lijmpistool ook even gelijk aan. Goedemorgen, Maria. Ook binnenkomen rollenbullen. Ja, je moet toch wat, hè? Dus één geluk dat... Ja, weet je, dus, fijn. Ik ga het er gewoon ook helemaal niet over hebben. Nee. Dat had ik me voorgenomen, dan ga ik het ook gewoon niet doen. Dus laten we dat ook niet doen. Laten we het gewoon lekker gezellig houden. Lekker hobbyën met z'n allen. Kijken. Ik ga vanmiddag sowieso ook kijken. Ik moet even kijken, want hij wil niet vast. Ik moet hem even goed aanduwen. Even goed vasthouden, Kootje. Kijk, en nu kan je hem gewoon weer helemaal plat duwen. Dadelijk schiet hij toch weer gewoon in zijn vorm. Nou, mijn bakje is bijna leeg. Op vier van die kleine friemeltjes na. Dus dat is het eerste bakje al. Nou, dit zijn de kleintjes. Die horen dus hierop. Het wijst van zich, hè. Mal is echt niet moeilijk. Ik vind het ook erg leuk dat er gewoon nog gelijk een randje aan zit. Dat hebben we bij de volgende dadelijk aan één kant niet. Maar dat gaan we weer veranderen. Nou, dan wordt hij druk getimmerd en getikt aan de... Ik denk dat er heel wat versiersels komen. Laat hun dan maar lekker allemaal lampjes doen, dan hoef ik het niet te doen. Zaten er ook nog weer een laag? Ja, nou, super toch? Zo worden de mensen lekker bezig gehouden. In de JMA groep. Ja jongens, deze lijn is wel super hoor. Ik werk met de nieuwe Warm & Cozy. Ik vind hem helemaal geweldig. Nou, even mijn knoeilijntje weg. Nou, ga ik eens even kijken of mijn... structuurpasta al droog is. Nou, zo goed als. Dat scheelt echt heel weinig. Dus ik ga het gewoon wagen. Ik plak het gewoon op hoor. En ja, goed. Dan één ding. Dan hoop ik niet dat ik hem zit te verknallen. Dan ben ik natuurlijk wel weer zo'n tut dat ik er dan weer waarschijnlijk in ga zitten. En ik zie dat het nog niet helemaal droog is. Maar wel bijna. Weet je, het voegt... Zomaar een klein extraatje toe. Soms vind je je papier, dan denk je, daar moet eigenlijk een plaatje of een dingetje. En ik had nou zoiets van, nee, daar moet geen plaatje. Daar moet gewoon nog wat pasta. Gewoon omdat het leuk is. Zie je, het blinkt nog iets. Dus ik zit niet. Probeer niet aan de pasta te zitten. Het is vrijwel droog hoor.
Maar nog niet 100%. Zo. Zie je, want daar zit ik. Niet aan zitten kootje. Niet doen. Gewoon afblijven. Dat is het verstandigste. Kalmte kan je redden. Ja, en de wasmachine is ook al volop aan de draai hier. Zal bij jullie waarschijnlijk ook wel zijn. Dat heb je dan als je een werkend huishouden hebt. Ik heb er momenteel een die van allerlei klussen doet. Dus die komt echt wel vuil thuis. Dus dan heb je een hoop was van. Zie je, ik doe het een beetje tegendraad. Zie je? Om en om en om. Oh ja, die had ik aangezet. Zo. Nou. Kaart bijna klaar. Nee, er moet nog wel meer op natuurlijk. Maar zie je, als je nou eerst, kijk, als je nou eerst die kleintjes stanst en je gaat daar de structuurpasta op doen. En je doet het ook echt gewoon standje relax. En je gaat dan pas de rest stansen. Dan is echt werkelijk alles droog. Misschien een goede tip, hè? Dan kan je gewoon achter elkaar doorwerken. Nou, dat is dat. Ik had spullen. Ja. Want, wat wil ik? Ik wil hier een, wel een leuke strik. Dus ik... Dit zou ik nog eens op de kop moeten zien te tikken. Janine, als je dat nog eens op de kop kan tikken, meid. Dan maak je me zo gelukkig. Misschien heb je het wel hoor, in de webshop. Ze heeft zo gigantisch veel. Gisteren weer zomaar zitten koekeloeren. Dit vind ik leuk, dat vind ik leuk. Dan gooi ik het altijd in zo'n... staat er zo'n hartje bij, hè? Dan kan je het bewaren. Je verlanglijstje. Dat vind ik wel ontzettend handig. En dan tegen dat je gaat bestellen, dan hup, even je verlanglijst afhalen. Want je komt zoveel tegen. Ik kijk ook heel vaak bij de dames wat ze in de lives gebruiken. Dat is ook best wel een handige tip hoor, voor jullie misschien. Er zijn altijd wel dingen waar je van denkt van, ja, ik mis iets. Of ik weet niet waar ik het zoeken moet. En als je dan even terug naar die Facebook Live gaat, die pagina, op die webshop. Dan zie je precies wat er gebruikt is. Allee, hij wil niet uit elkaar. Nou ja, dit is mijn brug te strikken, jongens. Maar hij moet er natuurlijk op. Nou, ik ga echt even Janine even vragen. Dit is het tulle lint. 2 centimeter is een last. En het schijnt er wel heel grof te zijn. Ja, toch maar met deze afknippen. Maar je ziet hoe mijn handen doen. Ja, dat is voor mij gewoon geen doen om dat zelf te snijden. Dus ik moet het gewoon, want mijn vader zei ook al, dan snij je het toch? Ik, ja, hallo, hoe dan? Dan heb ik allemaal schotse scheve strikken. Dat gaat hem niet worden. Dus, die had ik bedacht hier. Heb ik nog van die leuke zakjes uitgestanst. Die zijn ook van de JMA collectie. Deze is ook heel erg leuk. Maar, ja, dit zijn wel mijn 2 favoriete takjes. Dat heb ik dan altijd ineens. Kan er niks aan doen. Een takje waarvan ik denk, oh wauw. Ha, een eindeloze lijst. Corrie, die staan ook, oh ja, die zijn ook van Hobby Vision vandaan. Dat zijn magneetmatten, ik weet niet of ze nog heeft op het moment. Dat zijn magneetmatjes. En, of magneetvellen. En de envelopjes in 1. Ja, die zijn heel fijn. Ik heb ook gewoon magneetmatten. Die eigenlijk weer gewoon in die koffers horen te zitten. Ja, ik doe het op allerlei manieren hoor. Ik heb gewoon nog... Dit is wel een hele fijne, want nu zit alles gewoon wel netjes opgeborgen. Maar ik heb nog steeds... Of ik heb er wel veel, dat ken ik natuurlijk ook. Dat is ook nog een ding. Oh, dankjewel, Jeannie.
Ga ik gewoon kijken. Moet ik dadelijk weer gewoon heel de webshop af. Maar hij staat het accessoires lintulle. Oké. Okay. Moeten we onthouden. Ik vind deze te lang. Dus deze mik ik die kant op. Leuk hè, die bibberhandjes zo. Dit is een grotere kraal als dat. Dus dat vind ik eigenlijk, eigenlijk gewoon niet zo fijn. Ik moet hem even een beetje draaien. Gaat hij die kant op? Nou, dan ga jij daar liggen. Vind ik ook helemaal prima. Ze zijn allemaal krom, hè, die dingen. Dus dat is altijd een beetje lastig om goed te verdelen. Maar ze moeten erop. Oh, die ben ik ook vergeten. Dit is ook een heel fijne... Ja, ik moet altijd een lijstje maken. Ik maak altijd een lijstje. Zodat jullie weten wat we gebruiken. Dat is natuurlijk heel handig. Nou, ik heb zelf het lijmpistool van Vase en of van Tim Holtz. En daar ben ik zelf heel tevreden over. Maar ik zeg ook altijd wel, het is ook ieder zijn eigen portemonneetje. Ik kan niet in jouw portemonnee kijken. En dit dingetje is helemaal niet duur hoor. Dat niet, maar de ene is tevreden met die en de andere is tevreden met die. Nou, hupsakee. Hebben we nou even een leuke strik? Ik dacht het wel. Dat is al een hoekje en dat is klaar. Nou, dan moeten we alleen hier nog iets en een paar parelsteentjes. Nou, en ik heb natuurlijk mijn plaatjes al uit zitten knippen. Deze komen dan toevallig allemaal uit het scrapvel. Staat ook gelinkt. Oh, ik ga dadelijk boven de live nog wel even mijn link zetten. Dan ben ik vergeten in de gauwigheid. Ik heb het een en ander aan blaadjes en aan bloemetjes en aan dingetjes uitgepakt. Die lantaarn, ja, dat is mijn de lantaarns zijn favoriet bij mij. Ik geloof dat ik ze nou bijna op heb. Die vind ik zo leuk. Maar die zitten in het boekje. Mijn nagel was afgebroken. Ja, dat is natuurlijk, dat komt weer altijd zo slecht uit. Hè? Dat is precies vlak voor een live. Nou, wat ga ik doen? Ik denk dat ik die daar achter ga frommelen. Beetje zo. Want ik wil natuurlijk wel een toef hebben. En er moet iets van blad en dingen achter. En nou heb ik hem wel verhoogd. Maar dan nog. Zal ik dit blaadje doen? Hier. Ja. Dan ga ik... Oeh! Hij wil een eigen leven geleiden. Hij wil zelf opstap. Nou, een beetje hier. Een beetje in de hoogte. Ik geloof dat ik nog redelijk van mijn structuurpasta af geweest ben. Oh, zie je dat nou? Een stukje tulle erachter. Dat was nou niet echt de bedoeling. Nou, en dat wordt dus vaak gevraagd. Ik gebruik altijd nog even een beetje lijm onder mijn... Die ligt hier ook te lekken. Onder mijn, of boven over mijn foam tape. Omdat ik dan gewoon nog kan schuiven. Dat is puur de reden. Nou, dit is even gewoon lekker frummelen, lekker plakken. Nog een bolletje wol eronder. Denk wacht. Laten we een paar bollen wol pakken. Ik zit ook altijd aan de haaksel, dus dat past dan toch ook wel weer, hè? Nou, die vouw ik nog een klein beetje omhoog. Ik heb nog een paar blaadjes. Maar twee? Nee, drie. Nou, dan komt die ene. Die gaan we lekker schuin zo naar boven doen. En dan... Ik ben er bijna, jongens. Dat is nummer 1 al. Dat komt goed uit, want volgens mij sloeg de klok al 11. De volgende wordt nog een ander verhaaltje, hoor. Ik had eigenlijk beter mijn prikpennetje erbij kunnen pakken. Hij moet ietsje zo. Mijn prikpen niet. Hoe heet dat ding? Dit is de goede niet.
Dat is de tweezer, die moet ik ook niet. Een pincet. Dat werkt eigenlijk net wat makkelijker. Kijk, nou gaat hij wel helemaal, bijna helemaal over de bol wol. Maar dat is niet anders. Het gaat om zomaar iedere keer wat er van onder laten komen. Ik heb deze keer ervoor gekozen om de plaatjes gewoon helemaal zonder randje af te knippen. Maar je kan de plaatjes ook met randje knippen. Het is al droog. Het droogt echt heel snel. Dan heb ik nog een paar pareltjes. Dan is het bakje leeg. Ik hoop niet dat ik ze... Goed zo. Dat is de eerste bak al. Zie je nou hoe snel je eigenlijk best een leuke kaart hebt? Ja, dan heb ik natuurlijk alles wel gestanst en het idee zit al helemaal in het hoofd. Dat is natuurlijk wel even een... Ja, waar is mijn stok hier gebleven? Als hij het nog doet hoor. Die dingen die gaan altijd op zijn kop liggen. Die doen altijd net wat jij niet wil. Hopla. Tuurlijk. Ga lekker op de grond. Heb ik even mazzel dat hij net op mijn broek viel. Ja. Hebben jullie er ook altijd ruzie mee met die dingen? Zit hier recht? Aardig wel, hè? Deze kant ook nog, want dan lopen we in evenwicht, hè? Zo. Dat is ook, want dan heb ik weer te lange nagels. Aan de ene kant is te kort en de andere kant is te lang. Mijn handen zien er ook lekker fraai uit, zie ik wel. Ja, goed, je mag naar je werk zien, toch? Moet je zien als je lekker gespreid hebt of met oxide in, dan zie je er helemaal niet uit. Kom. Nou. Deze is dus heel eenvoudig te maken. En je ziet, je kan hier nog een tekst op zetten. Je kan hem voor beterschap, voor verjaardag. Ik heb ervoor gekozen om totaal geen tekst te gebruiken. Omdat ik dan gewoon zelf nog kan kiezen, oké, ik ga hem daar of daar naartoe sturen. Zie je, maar als je hem zo dus laat zitten, als je, ja, de binnenkant moet je vouwen. Of je moet ervoor kiezen, dat kan natuurlijk ook, dat je hem in een grote envelop doet. En dat doe ik meestal, omdat ik toch al met die... Ja, grote parels altijd zit. Dat is nummer 1. Even kijken hoor, waar ik dat even weg ga leggen. Want nou moet ik even ruimte gaan maken. Dat ik niks... Nou, dat blijft allemaal staan zo. Dan hebben we nummer 2. En dat wordt even een ander verhaal. Een heel ander verhaal. Want daar heb ik al wel het een en ander voor gestanst. En... Zo leg ik het dan ook weg. Want anders weet ik het niet meer. Nou, ik heb hier dus een cirkeltje. Ja, dat is dat roze pennetje. Dat zit bij Diamond Painting. Dus dat is ja, win-win situatie. Ik doe niet Diamond Painten. Maar als je dat doet, dan heb je ook altijd zo'n stokje erbij zitten. Nou, wat heb ik nou gedaan? Deze, die zit op de set. Rettiketet. En ik heb de andere stans... Oh, die zit natuurlijk nog bij die stansen set. Die ik al opgeruimd heb. Ja. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dan ben ik hem dadelijk kwijt. Ik heb dus deze twee gebruikt. Uit die hele gave set met allerlei vormpjes. Omdat dat er gewoon mooi op past. En wat heb ik nou gedaan? Ik heb dus, zoals je ziet, de stiksteekrand. En dan zit daar dus eigenlijk niks meer tussen. Want dit zijn de opvolgers. Deze heb ik op 6 centimeter met de... De, hoe heet dat ding? Cirkelsnijer. Ik heb het alvast maar gedaan, want ik kom gewoon plek tekort. Want ik wil dat altijd helemaal vastplakken, want anders heb ik ruzie met mijn papier. Dan verschuift dat. Ik plak mijn papier altijd even rondom vast. Zet dan even mijn dingen erop. En dan drukken aan de ene kant en dan kan je draaien. En dan doet hij gewoon wat hij moet doen. Dan werkt dat helemaal prima. Dus dat is deze set. Die heb ik dus hierop. Ook voor uitgestanst, maar ik heb natuurlijk nog meer gestanst. En ik ga eerst de rechterkant even doen, want er komt nog een andere kant aan vast. En dat is deze.
Dat had ik bedacht. Ik dacht, weet je, we hebben een leuk setje. Kijk, ja, zo leg ik dat dan altijd weg. Want ik had het er gisteren nog even met Janine over. Wij maken niet graag precies hetzelfde. Dan heb je het al een keer gemaakt en wil je weer wat anders. Dus ik heb hem dus al wel gemaakt zoals die hoort. Dus nou, ik wil best met die stans aan de slag. Maar dan ga ik hem maken zoals ik hem weer leuk vind. Dan moet ik alleen even mijn voorbeeld erbij hebben. Deze. Zodat ik weer weet hoe die moet vouwen. Want ja, dat zijn ze allemaal anders. En dan is het dus zo. Dit zijn dalletjes. Even alleen het korte stukje helpen. Nooit gelijk scherp vouwen. Dit is een bergje dan. Dan is dit ook een dalletje. En dan is dit een dalletje. Althans, dat heb ik ervan gemaakt. Dan komt de volgende, wordt een berg. Als je gelijk scherp gaat vouwen en je vouwt dan per ongeluk verkeerd, ja, dat is dan zonde. Even kijken hoor, deze komt dan weer een dalletje. En dit dan wordt weer een bergje. Oh, nou zit ik alles boven over dit te doen, dat is natuurlijk weer niet handig. Even kijken hoor, dit is een berg. Dit is een dal. Wordt dit een berg. Dit is de kleur Stone. Ja, die vind ik echt gewoon perfect passen bij het papier wat ik dadelijk ga gebruiken. Soms heb je dat, hè? Dat het gewoon gelijk matcht. Dat je denkt, jee, dat is hem. Kijk, nou ga ik dus even wel doorvouwen. Dit wordt een berg. Goochelen is het, hè? Goochelen met een stans. Je wil het gewoon wel goed doen, toch? Kijk, en nou komt hij. Zie je, als je het allemaal even met beleid doet. Nou, en dan past hij gewoon, ik denk, in een gewone vierkante flop, hè. Mits je hem natuurlijk weer niet zo onwijs dik maakt. En dat doe ik natuurlijk weer wel. Dus ik pak sowieso altijd een envelop van 17 bij 17. Want dan, en ook heel vaak gewoon een bubbel envelop. Als ik hem afgeef, dan wordt het een envelop van 17 bij 17. Want hij past gewoon in een flopje van... Nou, kijk, hij is nog maar net 12, een beetje. Maar hij gaat dadelijk natuurlijk wel veranderen. Hij is nu 12 bij 14. Ja, dan moet je echt... pakket. Weet je, er zijn vast wel diamond painting liefhebbers. En die altijd zo'n pakket hebben. En die dan een hoop van die pennetjes over hebben. Die heb je vast wel in je kennissenkring. Of in je Facebook kring, weet ik het. En dan kan je dat gewoon even vragen. Maar je kan, er zijn ook pick-up tools voor, hè, speciale. Kijk, nou komt hij dus zo. Nou, wat wil ik dus doen? Ik vond dus deze man super de puper. Gaaf. Dus die gaat aan deze kant. Had ik zo bedacht. Maar dan moet ik dadelijk, dus dat ga ik dadelijk doen. Ik ga eerst even al die andere delen opplakken. Want dadelijk ben ik de helft kwijt. Ik ken mezelf. Dus dat gaat hem niet worden. We gaan eerst even, eerst het makkelijke. Kijk, en je kan hem ook andersom doen, maar ik vond dus eigenlijk gewoon de combi eerst de stone, dan wit en dan dat groenige papiertje. Ja, dat vond ik gewoon de beste match. En er wordt ook heel veel met het, hoe heet dat, met dat glitterpapier gewerkt. Ook erg leuk. Nou ja, ik heb hem dus met glanspapier bewerkt, gebruikt. Ook gaaf. Even kijken, de cirkel die komt dadelijk. Dan moet ik even zien wat ik eerst heb. Die kan nog niet en die kan nog niet. Want die horen pas dadelijk. Nou zitten daar dus twee verschillende soortjes, zie je. Dus we gaan eerst even die lange smalle. Je kan natuurlijk ook eerst zeggen van ik plak de kleinste en dan de grootste. Kleinste op de grootste en dan pas op mijn kaart. Dat kan je ook doen. Dat is wat je gewend bent, denk ik dan. Oh. Mijn hand doet weer iets wat ik niet wil.
te veel schuiven. En dan pakken we deze. Maakt niet uit welke we eerst pakken hoor. Zo. Nou, jullie hebben het lekker druk, zie ik wel. Helemaal goed. Ik zeg, hou elkaar even lekker bezig. Dan heb ik hem zo in elkaar geplakt. Ik beef hem in elkaar, hè? Dan zie je ze anders als plakken. En je ziet, ik gebruik echt alleen maar de producten van Studio Light. Ook de lijn, de nette structuurpasta. Ik vind het perfecte lijn. Wat het handige ook is, kijk dat tuutje, dit, kan eraf. Wij kunnen ze gewoon vullen. Maar wat ik dus zo... Kijk, zie je? Hij kan eraf. Ik doe hem gauw weer terug, want anders zit alles eronder. Dus ik vul gewoon mijn naaldflesje weer met deze. Zo gebruik ik het overal in. Ja, het is gewoon een hele fijne lijn, vind ik. En ik plak toch aardig wat weg, hoor. Elke dag wel een dotje. Deze kan er ook gelijk op. Even te kijken of wat. Jullie gaan zo hard met schrijven, zie ik. Ik zie dat in een... zo, hè. Ik zie niet wat jullie schrijven, maar ik zie hier dingen voorbij gaan, zal ik maar zeggen. Ja, ik vind dit ook een onwijs mooie kleurencombinatie, al zeg ik het zelf. Hij straalt rust uit op een of andere manier. Ja, daar houden we van. Ik vind dat, ja, het is een beetje grijs-groenig. Ja, stone heet het, steenkleur. Even kijken hoor, want deze die doen we dus aan de onderkant. Want daar loopt dus eigenlijk die besjes een klein beetje door. En nou, niet dat ik daar nou zo specifiek op gelet heb met stanzen. Maar toevallig kwam deze wel zo uit. Want ik doe eigenlijk die kleine dingetjes altijd. Kijk, je kan ze plakken of wegleggen zoals je stans hoort. Maar ik, ja, ik zoek altijd de delen op waar ik nog wat over heb, zal ik maar zeggen. Dus de restjes opmaken. Zeker als je bepaalde papiertjes, die springen er gewoon bij je uit. En dan denk je, oh wauw. Maar daar wil je dan ook echt alles van gebruiken, hè? Gelukkig zitten er nou in deze serie wel heel wat papiertjes die ik leuk vind, maar deze heb ik toch al, deze is denk ik al op. Ja, dat gaat vol. En daar is het ook voor gemaakt, hè. We moeten het gebruiken. Weet je wat zo leuk is? Ik mag vandaag, mag ik een stansmal weggeven. Een van deze twee, waar ik dus mee gewerkt heb. En ik denk dat ik deze stansmal waar ik nu mee bezig ben, maar eens ga weggeven dadelijk. Dan kunnen jullie daar zelf ook je eigen creativiteit weer mee aan de slag gaan. Ik heb dan nu gekozen voor deze randmal eraan. Je kan hem zonder randmal. Je kan hem het malletje deze kant nog een keer snijden en eraan vastplakken. Je kan er een kantje aan doen. Schrik niet, ik ga hem er gewoon aan de bovenkant overheen plakken. Maar ik moet even kijken hoe ver mijn witte komt. Dat is dus het hele punt. Dat die dus niet hier voorbij komt. Nou, dat komt hij niet. Als ik hem netjes aan het randje doe, hè. Nee. Dat komt hij niet. Nou, dat doe ik even met tape. Want dat wil je natuurlijk niet hebben, dat dat los gaat laten. En als ik dadelijk bezig ben, dan heb je grote kans dat de boel gaat schuiven. Want ik moet natuurlijk nog het een en ander meer doen daar, aan die kant. Klein beetje lijm er nog op. Dan draaien we hem even. Ja, ik kan beter zo werken. Dan heb ik voor mezelf een beetje beter zicht. Dus even opletten voor het puntje. Zal ik even gaan staan.
En weet je, ik kijk nou eigenlijk naar die boogjes. Kijk. Nou, dat heb ik aardig goed gemikt, al zeg ik het zelf. Deze twee boogjes, daar keek ik naar. Dat die er allebei wel op zitten. Nou, dan zitten ze. Dat mag eraf. Oh. Die ook. Nou, dan hebben we dus weer een hele andere stans, hè? Ja, dat vind ik gewoon leuk om er gewoon weer wat anders van te maken. Zo. Nou, dan komt dit daar overheen. En dan zie je natuurlijk aan de onder- en aan de bovenkant zie je die stukjes. Kijk, er zullen mensen zijn die zeggen, oh, dat maakt mij niet uit. Ik vind dat dan wel weer storend, dus er komt eigenlijk gewoon nog weer wel wat overheen hoor. Maar eerst even dit erop. Oh, dit is een heel smal randje. En even lekker invetten. Dan komt hij goed. Kijk dan. Nou. Hoe simpel kan het zijn, hè? Even goed vasthouden. Dan gaan we weer even vormen. Hopsa. Nou, wat had ik nou bedacht? Ik had dit dus. Dit gaan we ook gelijk even vastzetten. Dan ga ik dadelijk daar nog een strik op doen. En dan ga ik maar eens even scrollen, denk ik, hè, dadelijk. Ik, weet je, ik, op den duur zijn de vragen voor mij ook gewoon dat ik denk van, oké, wat moet ik nou weer gaan vragen voor een verloting? En ik vind het ontzettend leuk om iets weg te geven, maar ik vind het... Ik ga gewoon wel onder mensen die dus gereageerd hebben, ga ik gewoon scroll ik dadelijk even over mijn dingen. En dan komt daar gewoon vast wel een winnaar uit, hè. Zo. Nou, die komt hier overheen. Zonde, hè, van die mooie bloemen daar. Maar ja, ik wil er toch... Deze heb ik nog niet helemaal in het hoofd van, oké, zo. Ja, ik ga hem zo plakken. Ik wil hem ook gewoon niet te vol. Puur ook omdat ik hem gewoon... Kijk, dit bloemetje, dit komt uit het boekje. Ik zal hem er even bij halen. Daar zitten zulke leuke dingetjes in. En misschien heb ik nog wel wat nodig ook. Even in de zooi. Want ik heb hier natuurlijk een heleboel. Yep. Dat is hem. En die zat daarin. Kijk, hier zit hij dan. Want dan zit hij er in één kleur, maar in de andere kleur. Hij zit er ook nog in het groot in. Een groot boeket. Dus die kan je eventueel op die andere kaart weer kwijt. Maar dit had ik dus bedacht hierop. Ik denk, ja, dat vind ik wel leuk. Nou, en dat ga ik een beetje verhoogd opplakken. Want dan is het net of je een beetje 3D creëert. We zijn niet meer zo van de 3D, maar... Dan creëer je net nog wel een klein beetje diepte erop. Zo. Dat is gewoon weer die nagel, hè. Dat pakt de prikpen er wel bij, maar dat gaat makkelijker. Hopla. Deze wordt echt heel, heel rustig. Ik vind gewoon, de focus gaat gewoon al naar de rest eigenlijk, hè. Naar de mal op zich. Kijk, nou heb je dus iets diepte. Ik heb hem wel ietsjes nog een beetje zitten knippen. Ook hier heb ik nog wat bloemetjes. Ik denk dat ik die hier gewoon... Ik weet niet of ik ze allemaal gebruik. Ik heb nog wat bloemetjes en wat takjes.
Ik dacht, oh, dat is misschien wel grappig. Ik kan hem ook hier zo onder stoppen. Misschien dat ik maar gewoon één bloempje gebruik. Met het hele kleintje. Nee. Dan wordt het toch die grotere. Pincetje. Nou, en dan komt er dus aan de andere kant moeten we nog wat maken. En ik denk dat ik nog wel wat pareltjes ga plakken. Die moet ik nog even opzoeken dan. Want die heb ik er niet bij. Bewaard. Even het bloemetje een beetje omhoog vouwen. Nou ja joh. Deze pincet is eigenlijk, moet mijn groeien. Dit is mijn groeien niet. Deze heb ik zo hard ingeknepen. Dat hij dus op een bepaalde manier wil gaan staan zoals ik hem niet wil hebben. Kijk, nou, er is een bloem uit het boeket gevallen. Heel triest, maar dat bloemetje dat bewaren we. Dit bloempje bewaar ik ook. En wat nu? Ja, wat had ik nou bedacht? Want ik wil dat randje daar wegwerken. Dus ik ga daar een reepje kant overheen zetten. Misschien dat we daar nog een bloempje doen. Dat zou ook zomaar nog kunnen. Nou, ik heb dat hele smalle scoretape. Dat vind ik dan wel wat fijner. En dat doe je precies langs die rand hier. Hoppa. En dan komt die daar zo. En dan zie je dus niks meer van dat randje. Zo werken we het gewoon weg. Nee, mijn strikje komt nog hoor, Marion. We gaan niet zonder strikje. Echt hè, soms dan ben ik ergens aan bezig. En dan is dat eigenlijk een hele andere soort kaart. Waar eigenlijk helemaal geen strikken op hoeven. Maar dan moet er gewoon nog een touwtje op. Anders is het voor mij niet af. Kan er ook niks aan doen. Zo hebben we allemaal ons ding, denk ik. Kijk, nog een keer een reepje eroverheen. En nou weet ik niet specifiek of dat dit een strik gaat worden, hoor. Of dat het gewoon een soort van strik wordt. Want dat durf ik ook gerust. Kijk, ook dat is weer af. Nee, dan moet daar wel iets van nog een bloemetje. En dan ga ik wel uit het boekje plukken zo. Nou, die heb ik natuurlijk ook nog weer gestanst. Dus die komt daar weer. En wat ga ik nou doen? Ik ga hem niet echt strikken. Dan vind ik de kant ook eigenlijk niet zo, dat strikt niet zo fijn. Maar gewoon zo een lusje. Vind ik ook wel eens grappig. Zo. Gewoon heel klein. Zo. Ja, niet te groot. Dat valt mijn tak niet meer op. Niet denken, maar plakken. Dat is het motto. Even doorduwen, want dan gaat dat door het hele kantje heen. Blijf zitten, jochie. Hier heb ik die andere tak voor gepakt. Vind ik ook een leukje. Kijk, deze. Daarom maak ik nou eerst dit, want ik heb wel een gedeelte natuurlijk in het hoofd. Maar niet alles precies. Dan weet je nooit precies hoe het eruit komt te zien als je klaar bent. Maar wacht even hoor. Dan ga ik even mijn lijnresten wegwerken. Dan smelten die draadjes. Heb ik niet van mezelf hoor. Er kwam iemand mee. Ik denk nou, dat is wel een goede tip. Nou zijn de draadjes inderdaad weg.
Hopla. Ik had nog zo'n zakje, volgens mij. Dat weet ik eigenlijk niet. Misschien had ik nou... Misschien is die eigenlijk wel leuker in het wit. Ik zal hem even in het wit maken. Ik denk dat het leuker is. Dat er een witje bij zit. Had ik die niet... Oh, die had ik nog liggen. Ah, mazzel. Gisteren ben ik ook nog bezig geweest natuurlijk. Ik heb hier nog een witte liggen. Ja. Yes. That's him. Oeh. Dan gaat mijn lijmpistool bijna naar de bodem. Ja, dit wordt altijd wel een hele dikke dot, hè. Maar ja. Dat heb je met lijm. Nou. Nog even een kralending eraan. En dan zijn ze op. Dan ben ik er gewoon doorheen. Je zou zeggen, je hebt wat gemaakt, Ko. Ik heb hier nog een stukje. Die is al iets kleiner, maar die gebruik ik er ook gewoon op. Ja. En dan komt er een grote steen nog overheen. Oeps. Oh, hebben jullie dat ook? Een wasmachine wat een gezellig muziekje maakt als die klaar is. Die van mij die doet altijd een liedje. Vind ik altijd zo gezellig. Aan de andere kant, dan weet je, oh, er is werk aan de winkel. We moeten wat anders doen in plaats van hobbyën. Nou, hier komt nog een grote steen op. Die moet ik nog even pakken. En dan hoop ik dat ik een ovaal nog heb. Want ik heb allemaal harten hier. Dat is een zwarte. En anders wordt het een hele andere. Nee, niet die. Ja, anders wordt het toch een hart. Dat is een zwarte. Ja, ik zit in mijn bakje te hannessen. Dat is het wel halla van de hobbyisten. Hè? Gaan we er toch een hartje op doen. Het kan er wel op natuurlijk. Maar ik had eigenlijk een ovaal in mijn gedachten. Maar mijn ovaaltjes zijn op. Ja, helaas. Pindakaas. Nee, dat is zwart. Ik ga er geen zwart op doen. Dat, dan doen we er een hart op. Voor van harte gefeliciteerd. Toch? We maken er gewoon wat van. Dan heb ik daar weer... Nou, dan wil ik daar eigenlijk toch nog wel iets van een bloemetje. En hier nog iets van een pareltje, denk ik. Of ga ik hier onderaan nog iets van een bloempje doen? Dit is altijd even een lastige, omdat je niet precies weet hoe of wat. Hoe laat leef ik? Half. Nou, er zit niemand achter me, dus zolang Facebook me er niet uitgooit, ga ik wel even een scrolletje doen. Zo. Ja, die komt hier. Blaadjes zijn altijd goed. Ik zou er nog een bakje koffie bij kunnen zetten. Of een bakje thee, wat is het? Ga eens een bakje thee eens drinken bij elkaar. Ja, je moet altijd een beetje je fantasie in je hoofd laten werken. We gaan een bakje koffie drinken bij iemand. En dan nemen we een kaartje mee. Is dat zo? Nou, een kleinertje. Ik ben altijd nogal van hetzelfde dan, hè. Ik heb nog een leuk blaadje. Maar weet je, er kan hier eventueel nog een tekst op. Maar dat doe ik dan later. Als jullie het niet erg vinden. Ja. Kijk, en zo vouw je de boel gewoon even, vul je de boel even op. Zo. En dan moet daar ook nog iets van een... oh, zo'n bol wol. Even kijken hoor, waar die bolle wol zitten. Dus een donkere rode. En wat is die hier? Deze weet ik wel kleur. Kijk, dan gaan ze zitten breien met z'n allen. Ja, ik heb fantasie, jongens. Dat wil je niet weten. Oh, want dit is ook een heel mooi bloempje.
Nou, ik denk dat ik dit bloemetje ga doen, dat ik hem zo ga opbouwen. En dan ga ik er echt mee uit, want dan moet ik echt een winnaar bekend gaan maken. Jullie worden helemaal zenuwachtig, denk ik, hè? Je zal maar zo'n leuke standsmol krijgen. Gewoon voor niks. Breiklubje. Ja, weet je, je moet gewoon even je fantasie laten gaan. Er zit van alles in dat boekje. Alles past en matcht bij elkaar. Nou vergeet ik één ding. En daar heb ik echt zo een hekel aan altijd. Ik vergeet dat puntje hier. Verder zie ik ze niet. Nou, dat bolletje wol. Ik heb ook een beetje slecht licht hoor nu. En dan moet je nagaan, ik zit nou toch voor het raam wat... Kijk, de bolletje. Ik geloof dat ik in een nieuwe fles lijm moet hebben. Ik zal hem eens even tijdelijk op z'n kop in de pot gooien. Zo, ietsje lager. Ietsje. Nou joh. Beetje meer zo, anders zie je er niks van. Zo. En dan komt dat zakje, die komt er. Oh nee, die lange zak had ik gedacht. Kijk, als je nou gewoon even een stuk van die tak afknipt, ben je gelijk die punten kwijt. Zet ik hem gewoon even in een potje, hè? Kijk, die komt daar van achter. Als ik helemaal bezig ben, dan kan ik eigenlijk niet stoppen. Maar dat moet je eigenlijk wel doen. Want anders dan ga je juist van de rustige kaart ga je weer een hele drukke maken. Het was de bedoeling dat het een vrij rustig kaartje werd. Nou, ga ik dan deze bloem hier zetten? Nee, ik ga hem hier gewoon onder stoppen. Zo. Zit daar? Daar zit geen puntje aan. Dus dat is helemaal mooi. Deze vind ik eigenlijk net te groot, maar als je hem dus zo gebruikt. En dan komt daar nog een takje van tussen. Oh, zijn jullie er nog? Ja, jullie zijn er nog. Kijk, er komt altijd een takje bij een bloem. Ah, die heeft geen puntje daar. Dat komt ook mooi uit. En dan doe ik hier nog een zak. Ja, er zat wel een puntje. Dit bloemetje moet ik wel even een beetje pleuren. Oh, dit is zo'n leuk zicht voor jullie, hè, als ik ga knippen. Ik knip hem gewoon een stukje korter. Oh, ik knip gewoon de blaadjes eraf. Is toch zonde, hè? Nee hoor. Beetje kneden tussen de nageltjes en de vingertjes. Komt die daar? Nou, dan gaan ze gewoon gezellig. Ik denk dat daar nog iets van harten komt of zo. Daar wil ik nog steentjes. Even zoeken naar mijn. Wat een herrie, hè? Is toch niet normaal meer? Ze gooit en ze smijt overal mee. Nee, ik wil hier nog even een paar pareltjes op hebben. Even zien hoor. Dit formaatje, denk ik. Oh, dat zijn er wel heel veel. En dan pak ik gewoon mijn. Dit kan je natuurlijk ook weer, als je dat wil, met structuurpasta doen, hè? Daar niet. Nee, ja. Gewoon drie. Gewoon drie. Niet denken. Maar blokken. En dan eigenlijk wil ik een slagje kleiner. Wat is dat doosje nou? Dus ik heb wel dit formaat. Die gaan er zo meteen wel terug in hoor. Maar ik wil er eigenlijk twee kleinere. Zo. Want ik zie mijn stokje niet. Oh ja, hier. Die ligt gewoon lekker verstopt.
Zo, die is wel heel wit, hè, ten opzichte van de andere. Met wat ik hem plak, denk ik. Hier zit net een soort paramourglansje overheen. Oh, dat is ook zo'n hele witte. Dat was nou eigenlijk net niet de bedoeling. Ja, er valt al licht een groei uit. Dit vind ik mooier. Nou, dames, en dan komt hier natuurlijk nog een tekst op. En dat ga ik dadelijk op mijn gemakje zitten verzinnen. Verder vind ik eigenlijk dat je er... Ja, je kan hem nog verder volplakken met prularia, maar ja, ik ga dat niet doen. Ik ga hier denk ik dadelijk een tekstje, wat een beetje zo scheef staat. Maar dat ga ik op mijn gemakje zitten verzinnen nog. Hoe of wat? Ik ga nou even scrollen. En ik ga even kijken wie ik dus... En dat is Margriet Dolfsma. Margriet, als jij... stuur mij maar even een pb'tje, want het moet volgens mij naar info@studiolight.nl. Maar kijk, wat ik nog... Ik heb hier nog iets liggen. Dit zou zomaar leuk zijn. Als ik hem dan nog weer mat op... Zie je? Dan is het ook een leuke kaart. Dus ik kan van harte gefeliciteerd en van harte mee. Ik denk dat dat ligt hier nog zomaar toevallig, hoor. Maar dan ga ik het denk ik in het zilver doen. Ik vind goud niet pas, omdat ik hier ook een beetje zilver heb. Margriet Dolfsma, stuur mij even een berichtje, een privéberichtje. Dan ga ik even de goede link doorsturen waar je een mailtje naartoe kunt sturen. En dan komt het vanzelf wel helemaal goed. Waar kunnen we de art vinden die je gebruikt hebt? Ik ga dadelijk even de link erboven opzetten. En dan, boven de live komt de link te staan. En dan weten jullie precies hoe of wat. Margriet Dolfsma was het. Ik moet even opschrijven, want anders dan onthoud ik dat natuurlijk niet. Moet ik dadelijk heel de live weer terug gaan zitten sjoeren. Margriet Dolfsma. Jij krijgt deze mal. Ik ga het nummer erbij zetten. En dan komt dat helemaal goed. Dank jullie wel allemaal voor het kijken. Vergeet niet dat je dus bij je bestelling boven de 50 euro een leuk pakket kunt winnen. Want dan worden goodiebags elk uur een goodiebag verloot. Vergeet vanmiddag niet om te kijken naar Jeanine. Zij heeft iets heel leuks. Om 4:30 en om 7:30 vanavond gaat Jeanette weer aan de slag. En ook zij heeft weer iets heel leuks in petto. Dankjewel, een hele fijne zaterdag en tot de volgende keer. Doei doei!